Ja, welkom bij deze extra editie dus. Johan Cruijff, 68 werd hij, overleden aan longkanker. En daarom maken wij deze hele bijzondere editie van FC Rijnmond. Dat doen we met twee oud-ploeggenoten van hem, die in het seizoen 83-84 samen met hem op de Coolsingel mochten staan om daar de kampioenschaal in ontvangst te nemen. Peter Houtman aangeschoven. Peter, dankjewel dat je bent. En ook Sjaak Troost. Peter, om met jou te beginnen. Is dit zo'n momentje van, ik weet nog precies waar ik was toen ik het hoorde, of niet? Ik zat vanmiddag in de auto toen ik het trieste nieuws hoorde. Ja. Na de alle bellen gingen rinkelen, want de Twitter, weet ik veel, telefoon stond niet meer stil. Maar dan schrik je wel even hoor, want dan denk je, jeetje, je had ook gehoord dat het toch wel weer wat, hopelijk, wat beter ging. En dan ineens, boem, ja, dat is het ook het verschrikkelijke van deze ja, sluipmoordenaar, die ziekte. Ja, en was ik toch wel eventjes, dan sta je toch wel eventjes te kijken van, jeetje, hoe is het mogelijk? Maar ja, je ziet het. We zijn allemaal mensen, ook Johan dus. Ja, nee, dat is waar. Waar was jij, Sjaak, toen je het hoorde? Ik kon een lunch. Je had een lunch? Ja, en tijdens de lunch kwamen er allerlei mensen op me af met het berichtje van Johan is overleden. Ja. Ja, dat is shocking. Dat kan ik me voorstellen, ja. Totaal onverwacht. En, onverwacht? Niet toch wel onverwacht. Omdat je gewoon 3 weken geleden stond er op de foto met Max Verstappen. De berichten die hij zelf eigenlijk verkondigde van joh, het is er dus, ik sta 2-0 voor en ik ga het winnen. Positief. En, ja. Heel positief. Dus je hebt altijd met Johan zoiets veel. Als hij wat zegt, dan geloof dat dan maar. En dan is dus zo'n bericht is dan echt... Echt shocking. Ja, het was al een tijdje bekend dat hij ziek was, dat hij longkanker had. Hè? Soms heeft hij nog wel eens gezegd, we staan met 2-0 voor. Alleen Cruijff kan met 2-0 voor staan natuurlijk en dat soort dingen. Maar hebben jullie in de tussentijd nog contact met hem gehad? Helemaal niet? Dat was nog voordat echt zijn ziekte te sprake kwam. Toen ben ik hem nog wel eens tegengekomen, want her en der kom je elkaar toch wel tegen. Ja. Een keer in het Olympisch Stadion, een keer in de Kuip. En het opvallende van Johan is dan ook wel weer dat hij toch wel een sociaal mens was. Want iedereen ziet hem als de man die altijd met de voetballer, er was altijd wel wat rondomheen. Maar daarnaast kon hij ook een hele geïnteresseerde man zijn die vroeg hoe het in het gezin ging, hoe het thuis ging met bepaalde... Dus hij wist al precies wie er bij jou het allemaal thuis in ja, de situatie ja, uitzag, en dat was ook weer die keer dat ik hem laatst zag. Dan is het toch weer van... En wat ook weer zo opvallend is, dat hij toch ontzettend met een goed gevoel terugkijkt op dat jaar bij Feyenoord. Want dat was natuurlijk toch een beetje bedoeld voor hem als ja, een soort revanche ten opzichte van zijn oude club. En dat wilde hij bij ons waarmaken. Ja. En dat is hem natuurlijk met vlag en wimpel gelukt. Ja, sprak jij hem nog? Nee, ik heb hem niet veel gesproken. En net eigenlijk wat Peter zegt, als hij hem dan tegenkwam, dan was hij ongelooflijk sociaal geïnteresseerd. En eigenlijk niet anders als toen we ook met hem gevoetbald hadden. Ja, het jaar 1983-84 was het jaar waarop deze beide mannen met Johan Cruijff voetbalden in Rotterdam, in de Kuip. En Ajax ziet in de Kuip, dat was bijzonder, maar hij schonk Feyenoord wel daarmee de beker en de landstitel. Dat was het verkeerde filmpje, dat gaan we straks nog uitzenden. We gingen eigenlijk naar een ander filmpje toe, namelijk het filmpje waarin Johan Cruijff, dat ene jaar van Cruijff, dat we dat nog één keer laten zien hoe dat in beeld ging. Maar dat filmpje wil nog niet helemaal. Ze zijn het zoeken. Daar gaan we nog even door. Want het was, hij kwam bij jullie in die kleedkamer in 1983. Jullie moeten er ook verbaasd zijn geweest dat Cruijff naar Feyenoord kwam. Sjaak, jij als eerste. Ja, nou, dankjewel. Ja, dan heeft Sjaak ook nog wat te vertellen namelijk. Ja. Anders is de uitzending voorbij. Ja. Nee, ik weet wel dat het seizoen daarvoor was de afscheidswedstrijd van de Kromme. Wil ik net zeggen. Dat was Nederlands elftal tegen Nederlands elftal 74 tegen Feyenoord. En Willem speelde de ene helft bij de een en de andere helft bij de ander. Ik weet dat Cruijff zeg maar, het veld op kwam, werd hij uitgefloten. En daarna gingen we op vakantie. En op vakantie hoorde ik zeg maar, dat Cruijff naar Feyenoord kwam. Weet je nog waar je was op vakantie? Lag je op een strand ergens? Ik lag ergens op een strand. Ja? Ja, absoluut. En... ik vond het echt geweldig, in tegenstelling tot heel veel Feyenoorders die toch een soort antipathie had, wat me enigszins kan voorstellen. Alleen, ik ben ook voetballiefhebber en het was natuurlijk wel voor mij mijn jeugdidool. 1974 is voor mij nog steeds het beste Nederlands elftal zeg maar, wat we gehad hebben. Mm-hmm. En Johan was toen al uitzonderlijk. En dat je dan plat gezegd als een voormalige documentenjongen met zo'n speler mag voetballen. Ah, vond ik geweldig. Zullen we kijken naar de beelden? Want we hebben die beelden uit dat seizoen. Dus 83-84. Uitspeelbal. Cruijff moet scoren nu. Dat doet hij dan ook. Ja, een hele slechte uittrap van Stroomberg. Johan Cruijff wilde in 1983 zijn gram halen op Ajax. En hoe kun je dat beter doen dan door naar Feyenoord te gaan? Dat seizoen in Rotterdam scoorde hij 11 keer, zoals hier, tegen Ajax. Weer vrij, weer een loopje en een score van Cruijff.
2-0. Cruijff zette het team naar zijn hand en dat leverde in 1984 allereerst de KNVB-beker op. En als zo het stadion leegloopt, kan er misschien via de zijdeur op de tribune een rustige bekeruitreiking komen. Feyenoord incasseert het eerste succes van het seizoen. En hier de man achter het succes, Johan Cruijff. Gevierd door de supporters, want Cruijff, door sommigen met sepsis ontvangen, is in een jaar toch Feyenoorder geworden. En even later ook het eerste landskampioenschap voor Feyenoord sinds de afgelopen 10 jaar. Vormenooi was nog in de buurt en dan is het Houtman uiteindelijk die het karwei afmaakt. Zijn 20e competitiedoelpunt. Bij zijn afscheid tegen PEC Zwolle verlaat Cruijff het veld op de schouders van Ben Wijnstekers en zijn goede vriend Stanley Brart. Neemt Cruijff via Ajax, Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante, weer Ajax en nu een jaar Feyenoord. Afscheid van de voetbalvelden. Cruijff verdwijnt in de tunnel op weg naar een lege... En dan zit het erop. 20 jaar profvoetbal, waarin hij 10 keer landskampioen werd, 7 keer de beker won en maar liefst 3 keer de Europa Cup 1. Johan Cruijff, maar het was niet zijn laatste wedstrijd, nee. Hè? Dat we horen het wel zeggen, daar verdwijnt hij. We zijn naar Indonesië gegaan, hè? We zijn na afloop van dat seizoen hebben we een trip gemaakt in Indonesië, een toernooi. En die laatste wedstrijd van die trip... werd hij gewisseld, althans hij stapte eruit. En ik 10 minuten later en ik weet nog wel goed... Jij stapte er ook, jij dacht, weet je, als Cruijff rijdt, dus heeft voor mij geen zin meer om mee te doen. Nee, nee, precies. Dus, en toen zaten we samen in die kleedkamer en toen dacht ik echt gewoon... het is een legendarisch moment. Want hij deed dan die schoenen, die kromme dingetjes had hij dan aan. En die trok hij uit en dacht van ja, dit is dus echt de laatste keer. Het is gewoon eigenlijk, en ik zat er eigenlijk helemaal alleen, ik kon het ook niet delen. Nee. Ik had ook geen fotootje of wat dan ook. Dus, maar ja, het was wel historisch. Achteraf weer niet. Nee, want er was nog een laatste wedstrijd. Toen kreeg Feyenoord het seizoen daarna een uitnodiging om een wedstrijd te spelen in Saoedi-Arabië, in Riyadh. Maar we werden alleen uitgenodigd als Johan ook meekwam. En dat heeft hij voor Feyenoord toen ook gedaan. Ben jij niet bij geweest, hè, Peet? Volgens mij was ik toen net weg, Sjaak. Ik dacht dat jij gestopt was. Ik ben een paar keer in de wereld. Ja, dat waar ik op neer ga. Maar hoe was dat? Want dat was wel bijzonder. Want hij heeft 1 helft bij jullie meegespeeld, 1 helft toen bij de Saoedi's. Gescoord voor beide ploegen volgens mij zelfs nog. Ja. Weet je... op zo'n moment krijg je elke keer weer een bevestiging hoe bijzonder die was als voetballer. Dat is ook vaak, als mensen ernaar kijken en allerlei analisten, die gaan hem allemaal analyseren en hoe goed, nationaal, internationaal. Maar ik heb echt zoiets van, ja, de erkenning zeg maar, dat hij zo goed was, heb ik eigenlijk gewoon echt pas meegemaakt zeg maar, als je dan met zo iemand voetbalt. Want dan is hij namelijk nog beter als dat je denkt dat je hem zag voetballen. Jij was de eerste wedstrijd dat je speelde met Cruijff. Waarin merkte je dit? Wat Sjaak net zegt. Kleine dingetjes. In het begin was het ook. Want het draaide nog in het begin echt niet hoor. Looplijnen en dergelijke. En dat leverde ook nog wel eens discussies op. Want dat was gewoon allemaal nieuw. Voor ons ook. Ik kan me herinneren dat André Hoekstra op een andere manier moest gaan spelen. Die maakte ontzettend veel goals. Die dook vaak de gaten over. Sterke rozen. Maar het was ook tijdens de training, wat Sjaak al zegt, een kleine dingetje. Je kent ze gek niet noemen, maar dan zie je echt de absolute wereldspeler die hij is. Maar noem eens een voorbeeld, waar zag je dat dan aan? Bewegingen die hij maakt, maar ook met bepaalde aanwijzingen. Dat je al, toen we naar elkaar moest kijken, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Ja, echt, en dan kom je weer een beetje op het Cruijffiaanse sprekersgedeelte van Johan. Waar je van dacht, van, doet hij dat nou zo, doet hij dat nou zo? Dus ja, dat was ook wel weer leerzaam. Maar op een gegeven moment wen je daar ook aan, moet ik zeggen. Ja, want dat was die tweede helft. Ja. Wat mij ook opviel, zeg maar, hij had gewoon 2 benen. Maar die 2 benen, daar kon die vierkant per been kon die vierkanten mee op. Binnenkant, buitenkant, linkerkant of de binnenkant en de buitenkant. En hij was ook gewoon, speelde hij een wedstrijd. Dan was hij echt geblesseerd met zijn rechter, was helemaal ingepakt. En dan deed hij alles met zijn linkerbeen. En wat Peter bedoelde, was een beetje voetbaltechnisch, maar... hij ging op links opbouwen en dan zat ik maar te kijken helemaal recht van joh, wanneer, als je nou met mij ziet dan heel veel ruimte. Jij was rechtsback, hè? Dus. Ik was rechtsback en dan zat ik maar te kijken nou, en joh, uit het niet, boem, draaide zich om. Nou, en ik erachteraan en dan te laat en dan zegt hij, ja, je moet eerder vertrekken. Maar ja, dan durf ik niet te zeggen, ja, ik zit elke keer te wachten tot je zit te kijken. Dat zei je niet tegen? Nee, dat zei ik dan niet. Maar wat Peter zegt, uiteindelijk in de tweede helft van het seizoen, zeg maar...
alle aanwijzingen en speelden we daarop in. En speelden we natuurlijk vele malen beter dan de eerste helft. Ja. Maar hij was ook eigenwijs, toch? Ik bedoel, jullie hebben het ook kapot gereden, ja. Ja. Of niet? Nou, ik moet zeggen, wij hadden in die tijd best nog een zelfs als je dat vergelijkt met nu, zeker, hadden we een behoorlijk Rotterdamse groep met veel Rotterdamse jongens. Ja. Dus nou, die zijn ook natuurlijk niet... Want jullie begrepen allemaal dat Stanley Bart natuurlijk de gedroomde speler was in jullie elftal, toch? Daar begrepen jullie alles van. Ja, ja, daar had inderdaad een... Nou ja, later is uiteindelijk wel gebleken, zeg maar, dat hij ook daar weer gelijk in had. Ging ten koste van Pierre Vermeulen natuurlijk. Ja, maar wij... hebben nog steeds geen begrip voor, hè, Vermeulen, geloof ik. Die is nog steeds een beetje zuur daarvan. Ja. Maar eigenwijs in die zin, hij wilde natuurlijk altijd wel zijn gelijk halen. Ik bedoel, ik heb hem met die kromme in, dan had je nog in het spelersgangetje, zeg maar, met de training. En dan ging wat er bij de koffieautomaat. En dan barsten de discussies los. Nou, echt gewoon oneenigheid over een douchedeurtje bij mij thuis. Die ik dan moest monteren en, joh, moet ik dan zo en zo? Nou, en die gingen met z'n tweeën tegen elkaar van, nee, je moet het zo en dan, nee, je moet het zo doen. Hevige discussie. Bekende. Over een douchedrondje. Ja, bekende verhaal ook van het flesje. Sjaak, dat weet je ook nog wel. Bekende verhaal van dat flesje. Leg eens uit. Het ging erover hoe je eigenlijk het beste, zonder dat je morste, want er was iemand die had geloof ik een flesje gedronken en dat ging mis. Ja, en dan gaat het helemaal mis bij jou ook, gelijk met je oortje. Ja, precies. En hij zei, nee, dat moet je op de volgende manier doen. Maar op een gegeven moment ging het bij hem. Hij zei, je moet dat zo drinken. Dan gaat de spoot, geloof ik, al dat na die vloog om hem heen. Dus de hele kleek aan, maar die lag in een deuk. Maar ze gingen het wel meer, hoor. Maar het was wel met respect over en weer naar elkaar. Want Johan, die dolde graag, maar hij werd ook gedold. Maar dat ging op een gegeven moment ging dat eigenlijk automatisch. En men was het op een gegeven moment gewoon zo gewend. Het jaar 1984 was het jaar waarin Feyenoord dus kampioen werd. Waarin Feyenoord ook een legendarische overwinning boekte op Ajax. Het werd 4-1. En een aantal maanden geleden spraken wij met een aantal oud-ploeggenoten van Cruijff over die wedstrijd. Hij pikte hem vlak voor je neus weg. Ik stond klaar om hem in te... Precies. Ja. Maar hij was zo gretig, die Johan. In het begin waren we best wel allemaal een beetje van... Johan Cruijff kom en het publiek was toch ook een beetje een hoop mensen tegen. Bij ons hadden we heel veel, je ziet heel veel Rotterdamse jongens. Ook Mario Been, nog wat jongens erbij. We hadden best wel iets van, dan komt hij eventjes hier kijken, eigenwijs. En, maar ik moet wel zeggen, in de loop der maanden... was het echt geweldig om met hem te spelen. En ik denk dat respect wel... was er over en weer, hè? Ik denk dat hij wel met Liebrechts van tevoren goed gesproken heeft. Dat Liebrechts natuurlijk wel belangrijk was, maar dat Johan Cruijff wel degene was die zegt van... Hey, Bright moet erin. Dat is ook een van de momenten dat hij zei van... Ja, hij was ook vele malen beter dan wij waren klaar af. En dan kijk, wat is naar Barcelona, zeg ik er ook, Messi. Zo'n vergelijking moet je een beetje maken en de rest die zijn natuurlijk ook heel erg goed. Dat zijn de extreme spelers gewoon klaar. Ja, Liebrechts zei niet voor niks, hè? De slag om op de taart had hij het altijd over. Hè? Ja, maar het was wel zo, want dat Cruijff, dat heb ik later ook wel beseft, die liet ook anderen heel goed voetballen. Kijk, en het was niet voor niks dat André in Nederlands elftal kwam, Peter kwam in Nederlands elftal, ik stond in Nederlands elftal, nog een paar van ons. Kijk, op het moment dat je als back, tenminste als ik dan even voor mezelf, ik ging naar voren en ik wist altijd als Cruijff de bal had, die bal kwam altijd op maat. Dus dat geeft zoveel vertrouwen, dat je anders moet je denken, oh, balverlies moet ik terug zijn. Nee, hij wist hem precies goed op maat te geven en dat gaf zoveel vertrouwen in de ploeg. Dus hij was wel degelijk zo belangrijk voor ons. Nee, maar goed, het is logisch ook dat een man als Cruijff, het is natuurlijk toch een Amsterdammer. Dat zal hij zijn hele leven blijven. Dus die gaat niet heel gemakkelijk hier langskomen. Dus dat is zo. Ik denk dat niet eens het verhaal is. Ik denk dat, logisch, hè? Ik denk dat Johan echt is, oké, dit is mijn werk, dit is mijn vak en that's it. En de rest, dat is goed. Ik denk dat hij bij Ajax ook niet veel vrienden heeft. Ook maar gewoon een select groepje waar hij mee omgaat. Die heeft zich altijd volledig afgescheiden van het voetbal. Dit is mijn werk en dat is mijn privé. Ja, hij kwam uit Rancune. Jij zag die wedstrijd, die beelden. Je wilde gelijk bij die goal. Ja, die goal die we net zagen bij die 4-1 tegen Ajax. We zeiden net ook al bij dat verslag van wat was die blij. Maar daar
daar ontplofte hij echt, omdat hij tegen Ajax, waar hij dus zoveel rancune tegen had, dat hij daar die goal maakte. En toen ontplofte hij echt ouderwets, want hij was echt helemaal blij. En het is hem gerund. Maar is merk hem je echt die rancune bij hem? Was het zo ja, hij zal het er niet zo gauw hebben overal. Maar je merkte dat wel, dat hij, ja, hij wilde hoe dan ook presteren. En, ja, na de wedstrijd gelijk kijken wat Ajax gedaan heeft. Ja, als we een minder wedstrijd hebben gespeeld of we een punt verloren, dan geen zorgen, joh, het hele programma uit zijn hoofd van de hele competitie. En was gewoon rekenen voor hem. Dus dat kwam helemaal goed. En op het moment dat jullie voor een wedstrijd stonden tegen Ajax, dan pepten jullie nog extra op? Nee, totaal niet. Nou, maar dat is ook niet nodig. Dat was niet nodig, dat is waar. Nee. De beste, het was trouwens niet de beste, hè, die 4-1 die jullie gespeeld hebben tegen Ajax. Ik heb er heel veel gespeeld, maar Ajax Feyenoord in de meer toen 2-2. Peter, een fenomenale goal. Echt prachtig. Was voor de beker was dat, hè? Was voor de beker, maar ik heb nog nooit zo lekker en goed gespeeld, zeg maar, in Amsterdam als toen die wedstrijd. Die wedstrijd hadden we eigenlijk al daar moeten beslissen. Ja. Maar dat liep toch weer anders. Dus toen kwam er nog weer een vervolg in de Kuip. Vier keer Ajax in één seizoen. Jullie hebben ook tegen hem gespeeld. Hoe was dat? Nou, ik heb niet zo gek veel tegen hem gespeeld, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik vond het al een ramp op de training. en dat was al op zich al dat je weer steeds weer elke keer die bewondering en dat je denkt hoe bijzonder hij ook was. Ja, dat heb ik op de training wel helemaal ervaren. Maar ik kan me niet herinneren volgens mij dat ik tegen hem gespeeld heb. Jij wel? Ja, ik dacht het wel een aantal keer. Maar inderdaad, hij is natuurlijk veel in het buitenland actief geweest. Ja. Het straalde er vanaf, de klasse die hij had. Wat ik vroeger als klein jongetje, want Johan is 68 helaas maar geworden. Hij was 10 jaar ouder dan ik. En als jongetje zag je wel in hem, want je keek natuurlijk ook naar die Europa Cup wedstrijden, noem maar op. De soleis, de snelheid die jij had, het wendbare vermogen. Alles wat jij ook had, het was een hinde. Het was een hinde. Toch? Ik was wel snel. Ja, ook denken dat vaak niet, maar dat kan Sjaak wel beamen, denk ik. Nee, maar een andere manier van spelen, natuurlijk. Hij was een dirigent. Hij kon echt situaties al 2-3 stappen vooruit zien. Ja. En dat was sowieso al een uitzondering. En wat hem compleet maakte, is dat hij de kwaliteiten die hij had, zeg maar, op technisch en snelheid, maar ook een wedstrijd naar zijn hand kon zetten, echt compleet kon dirigeren. Heb jij nou je debuut gemaakt in het Nederlands elftal doordat Cruijff bij Feyenoord kwam spelen? Ik weet niet of dat daardoor kwam, maar het was wel in 1983. Ja, het zou er wellicht mee te maken kunnen hebben. Ik hoorde al jaren van, wanneer ga je nou zeggen? Maar goed, in dat jaar van Cruijff, ja. Of dat inderdaad doorslaggevend is geweest, weet ik niet. Want uiteraard komt het erop neer. Je moet wel presteren natuurlijk. Ja. Nou is er ook nog een verhaal, dat we hadden het net over de eigen wijsheid van Cruijff. Dat jullie ook woorden verzonnen die niet bestonden. En dan maar tegen Cruijff zeiden, kun jij even uitleggen wat dat woord betekent? Ik zie Peter al veel betekenend lachen. Ja. En Sjaak denkt nog even na. Maar was dat niet iets met Mario Been of zo? Nee, Peter Brunnings? Was een woord verzonnen. Ja, vertel het maar. Nee, je hoeft mij niet elke keer te vertellen. Van, nou, dat was wat we opzettelijk zeg maar naar buiten brachten, zodat iedereen het hoorde. Zodat Johan dat dus ook hoorde. Maar dat was een niet bestaand woord. Maar Johan nam op een gegeven moment de regie over. En die zei dus met een heel lang verhaal wat dat woord eigenlijk betekende. Maar het woord bestond dus helemaal niet. Ja, dat zijn achteraf leuke anekdotes natuurlijk. Had hij nou bondscoach moeten worden? Toch nog in zijn carrière? Ja, vind ik wel. Met zijn voetbal-know-how. Ja. Echt een gemiste kans links of rechtsom. Ik weet niet, daar ben ik te weinig van af. Een paar keer naar uitgezien. Ja. Maar ik had het wel heel graag mee willen maken. Ja. Vanavond speelt Feyenoord tegen Sparta. Voor de wedstrijd een minuut stilte, rouwbanden. Jij bent natuurlijk in het stadion aanwezig. Volgens mij een aantal festiviteiten of dingen die niet doorgaan. Ja, het is allemaal aangepast. Het wordt allemaal, ja, net wat je zegt, rouwbanden, minuut stilte. Denk je dat er nog in de 14e minuut nog wat? Ik ga zo meteen naar het stadion toe, dan krijg ik de allerlaatste berichten door. In ieder geval weet ik inderdaad, rouwbanden, minuut stilte, dus aangepast en terecht. Dank dat jullie hier vandaag waren om misschien wel de grootste voetballer die we ooit gehad hebben te herdenken. Niet misschien. Nee, is zo. Ja, er zijn mensen die nog wel eens over twijfelen, maar bij deze de grootste voetballer aller tijden. Dank jullie waren. Dank ook voor het kijken naar deze extra editie van FC Rijnmond. Morgen is er een reguliere FC Rijnmond. Die wordt om 1 uur opgenomen in Café Verschoor. Frank Veeg presenteert die. En Rob Jacobs is daar te gast. Meer over Johan Cruijff. Waarschijnlijk ook morgen in die uitzending natuurlijk. Dank voor het kijken voor nu. Dank voor de gasten. En nog een mooie avond. Na een imposante carrière die zo'n 20 jaar geleden begon in Groningen tegen GVAV, neemt Cruijff via Ajax, Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante, weer Ajax en nu een jaar Feyenoord afscheid van de voetbalvelden.